Tegen stadionverboden, een actie die waarschijnlijk stadionverboden gaat opleveren. Ja, dat mag duidelijk zijn. En ook stadionverboden, dat ze er helemaal niet meer hoeven te komen hun leven lang. Want ja, er zijn grenzen. En ja, het is ook zo dat ook de, de normale supporters echt tegen dit soort zaken aan het keren zijn. Het ging ook niet tegen PSV. Het ging om zo'n uh, ja, mensen die uh, een klein clubje hebben opgericht, die wat extreme dingen doen. Ja, wij pakken dit echt, dat spijker uit aan. Ja, ja, je overweegt levenslange stadionverboden voor de daders. Nou, dat overwegen we niet alleen. Dat, dat gaan we doen. Want uh, kijk, dit soort grenzen om mensen uh, ja, qua gezondheid in gevaar te brengen en dat soort dingen dat accepteren we dus gewoon dus niet. En mocht er ook ooit een boete voorkomen van van de, de KNB, gaan we die ook persoonlijk verhalen. Want ja, de grens is met dit soort dingen wel bereikt. Ja, in hoeverre is dit nu een verhaal van de KNVB, Psv en justitie? Is het een samenwerking? Ja, dat klopt. Het is zo dat, uh, kijk, wij gaan nog over stadionverboden, dus dat is makkelijk. Justitie die heeft die eenmaal opgepakt, die zit nog steeds vast. Uh, er worden vandaag alle camerabeelden bekeken van uh, de eerste actie. En, uh, ja, en wat er ook gevraagd is door justitie, en dat stond op onze site, om allemaal door te geven wie de last heeft gehad en tips. Nou, en die stromen binnen. Dus met andere woorden, van, er komen namen binnen, er komen uh, tips binnen. Dus uh, we hopen toch heel snel ook de andere daders te pakken. Ja, zijn er al concrete zaken waar je nu meer duidelijkheid en helderheid over hebt dan gisteren? Nee, beh behalve de eerste niet. Uh, ja, en tweede is uh, ja, de EHBO-posten die zijn ingericht. Dat is allemaal afgehandeld. Dat heeft niet hele grote gevolgen ten nu toe opgeleverd. Nog daar zijn we ook blij om. Ja, het was ook een situatie, dus een heel vak uh, was hartstikke donker. Dus er hadden ook heel erg dingen kunnen gebeuren als het gaat over paniek en dat soort zaken. Dus wij zijn eigenlijk wel blij ja, dat het hierbij gebleven is. Want uh, ik heb ook mensen die hebben uh, op de grond gelegen. Dus ja, het was echt wel uh, een erg lastige situatie. Gisteren was er sprake van 15 mensen gewond of die zich moesten laten behandelen. Jullie deden een oproep voor mensen met schade om zich te melden. Zijn er veel meldingen binnengekomen wat dat betreft? Ja, er zijn heel veel meldingen binnengekomen. Het was niet eens als schade, maar justitie wilde graag de echte klachten hebben, zodat ze het bij het dossier voegen. En dan kunnen ze op die manier echt een zaak van maken dat het gewoon duidelijk is wat er gebeurt. Ja, volgens mij alle beelden die er zijn is het ook allemaal helder. En ook alle media hebben meegewerkt door de beelden die ze hebben ook ter beschikking te stellen. Om echt te kijken van, met bewijs van wie het heeft het nu gedaan. En dan extra meldingen, moet ik dan aan tientallen denken? Ja, zeker. Het is zo dat uh, bij de Vendesk bij ons uh, kwamen er inderdaad tientallen binnen. Maar ik verwacht eigenlijk nog wel veel meer, want ja, er zaten honderden mensen die echt lasten hebben gehad. En dat helpt alleen maar om de zaak echt bij justitie uh, voor elkaar te krijgen en haar zware straf uit te delen. Ja, wat doet het met de club? Ik spreek hier stewards, toch uh, mannen en vrouwen van de gestante pot, die er eigenlijk met een gedeelte helemaal klaar zijn op dit moment. Ja, dat klopt. Uh, het is zo dat ook de supporters, en we hebben het wel eens over harde kern, uh, maar de harde kern zeg maar, op Oost is hier ook mee klaar. Want uh, kijk, dat je een keer wat uithaalt, er gebeurt wel eens wat, er was een vuurwerk afgestoken, dat ligt binnen, voor hun nog binnen grenzen. Maar dit, dit soort dingen niet. Als je dus hele vakken uh, ja, in de rook zet en zelfs paniek laat uitbreken en zelfs gezondheid in, uh, in het geding is, dan is de grens gewoon bereikt. Dit gebeurde op vak T. Is vak T een beetje het zorgenkindje voor PSV? Is daar moe moeilijk, uh, zijn er moeilijkheden mee om daar grip op te krijgen? Nou, nee, ja, het is niet zo dat ze daar uh, dat we een heel dossier ervan hebben. Maar de, ja, er zit op alle sommige plaats, plaatsen was wat lastige mensen. Maar het mag duidelijk zijn dat we ons nu wel even richten. Uh, want we gaan ook uh, vaak in overleg met mensen. Dus een aantal is T die komen op rapport bij ons en daar gaan we ze over hebben. Dat zijn dus niet de daders, maar wel de mensen die daar in de buurt zitten. Dus ja, wij pakken echt alles aan om dit op het groen mee op te lossen. Ja. Tot slot nog twee dingen. Allereerst, ja, die vraag zul je ook afstellen. Uh, stellen. Hoe heeft het kunnen gebeuren? Nou ja, het, het is ergens binnen gesmokkeld. En uh, kijk, als we toch onderzoek doen, doen we echt onderzoek naar alles. Dus ook naar onze uh, eigen organisatie. Kijk, uh, er is gefouilleerd daar. Dus via dat kanaal is het niet binnengekomen. Dat weten we 100% zeker. En dus is het via een ander kanaal binnengekomen. En dat is ook interessant. Want mensen die daar ook aan mee hebben gewerkt, die hebben ook een probleem uh, kunnen we stellen. Dus met andere woorden, ook dat onderzoeken we waar, waar het vandaan komt. Als we wat meer weten, zullen we wat melden. Je weet nog steeds dat jullie mijn 1 0 van ijs gewonnen hebben? Ja, dat weet ik zeker. Al heb ik zelf een deel van de West niet gezien. Want uh, toen dat allemaal gebeurde, ben ik nog naar de controlekamer ergens anders geweest. Dus uh, de 1-0 heb ik wel gezien, maar een deel van de tweede helft niet. En de komende dagen nog volop bezig met de afwikkeling van dit. Ja, maar dat is wel professioneel geregeld. Vooral mijn samenwerking met justitie gaat alles op dit moment hartstikke goed. Dus uh, dat valt voor mij een beetje mee. Goede mensen diensten, daar kom ik in Elend.